Suriname kan goed gebruik maken van de expertise op het gebied van financiële dienstverlening, vastgoedontwikkeling en andere gebieden uit Curaçao. Directeur Mario Merhai van Assuria NV zei deze week in een gesprek met onze redactie dat er veel talent, kennis en een goed netwerk is op het eiland. Merhai verzorgde dinsdag de presentatie Assuria's Caribbean Vision tijdens de Suriname Week 2023 in de hoofdstad Willemstad. Suriname kan ook gebruik maken van de A-rated territory van Curaçao. Dat betekent dat ze eigenlijk economisch en sociaal een goede rating hebben, een goede reputatie hebben in de wereld. Ze zijn kredietwaardig en dat kunnen wij gebruiken als gateway voor ontwikkelingen in Suriname. Mm-hmm. Dus goed ontwikkelde financiële bankaire sector hier met goede corresponding relationships en dergelijke. Dat zijn dingen die wij goed kunnen gebruiken. Compliance op goed niveau hier. Toezicht, bankaire verzekering, wezen is op niveau. Dat kunnen we allemaal goed gebruiken. Ik heb bedrijven hier gezien vanuit Suriname die niet alleen in de financiële sector werken, maar in diverse sectoren. Onze productiebedrijven zoals Fernandez Baitali is hier geweest. Uiteraard bij Aspa Assuria. Ik zie andere verzekeringsmaatschappijen ook hier. En dat betekent toch dat de appetite is over en weer om met elkaar te praten over wat kunnen we samen doen. De presentaties gingen vooral over het samenbundelen van kapitaal en kennis en het ontwikkelen van markten. Dit soort momenten zouden meer moeten plaatsvinden, vindt Merhai. Op de conferentie werd duidelijk dat op het gebied van wetgeving er nog veel moet gebeuren in Suriname. De minister van Financiën heeft hier een lans gebroken van een tax treaty bijvoorbeeld tussen Suriname en Curaçao. Ik heb ook gehoord van de consultants van EY dat er CARICOM Tax Treaty nog niet getekend is door Suriname. En dat zijn allemaal belangrijke dingen uiteraard die ease of doing business in Suriname mogelijk maken. En zo zullen er nog veel meer dingen zijn die van mijn regulatory perspectief in orde gemaakt moeten worden. Dus ja, sense of urgency bij onze overheid om dat allemaal in place te brengen. Want ease of doing business moet niet een modewoord zijn, we moeten het invullen. Ja. En van hieruit wil ik ook een beroep doen op iedereen die daar een rol bij kan spelen. Ja. Houdt ook echt te doen aan de wereld. Dat heb ik vandaag gemerkt. Want er zijn niet alleen sprekers uit Curaçao, maar ook uit andere delen van de wereld hier. De wereld heeft gewoon echt interesse in Suriname. Niet alleen vanuit olie- en gasperspectief, maar ook vanuit carbon credit perspectief bijvoorbeeld. Als ik hoor wat er met carbon credits verdiend kan worden en dat er bestaande modellen zijn in andere landen van de wereld die het al hebben gedaan. Finland is genoemd. Suriname wordt vergeleken met Noorwegen en Finland en dat soort landen. Vanwege de vooruitzichten en potenties wordt Suriname vergeleken met landen als Noorwegen, Singapore en Finland, die al een goed werkende investeringswetgeving hebben en waar investeerders op langere termijn ook het gevoel hebben dat hun investering veilig is en deel is van een win-win situatie. Dan rest het Suriname niets anders dan het nodige in orde te brengen, besluit Merhai.